De Groninger Studentenbond wil dat gestopt wordt met het ombouwen van studentenkamers naar studio's. De GSB zegt dat dat ombouwen ten koste gaat van het aantal studentenwoningen. Volgens de bond loopt het aantal vergunningen dat aangevraagd wordt de afgelopen jaren snel op. Vroeger waren het 20 à 30 vergunningaanvragen per jaar. En in 2020 zijn er 64 vergunningen verleend en verdwijnen er bijna 100 studentenkamers. We zien dus dat er op de kamermarkt voor studenten, die nog steeds heel problematisch is, dat er elk jaar nu 100 kamers verdwijnen omdat ze worden omgebouwd naar studio's. En we maken ons daar ernstig zorgen over, want er verdwijnen dus gewoon echt veel kamers die hoog nodig zijn. De GSB hoopt op actie van de wethouder. Het is dus beleid van de gemeente dat zij dit stimuleren en dat dit mogelijk gemaakt wordt. En wij willen eigenlijk dat de gemeente het liefst natuurlijk stopt met dit beleid. Maar als ze dat niet zouden willen, dan kunnen ze het ook limiteren. Dus dat je tenminste het in de hand kan houden voordat het echt een probleem wordt en dit uit de hand loopt. Een studio levert meer huur op dan een studentenkamer. Voor een studio kan je veel en veel meer huur vragen. Dezelfde vierkante meter wordt ineens anderhalf keer zoveel waard. Nou ja, dan zou ik het ook wel weten als ik huiseigenaar was. En dan wordt het lekker gespekt door de huurtoeslag, waardoor het ook nog enigszins betaalbaar is voor de student. Maar ja, uiteindelijk levert dat alsnog wel een hele hoge huurprijs op. Het aantal studenten in de stad groeit sneller dan men eerst dacht, zegt de belangenorganisatie. Ik hoop ook dat de wethouder erin ziet dat het misschien nu nog niet het allergrootste probleem is van de huisvestingsmarkt in Groningen, maar dat het wel, als we zo doorgaan, eind 2021, in 2022, echt uit de hand gaat lopen. Dus het is beter om nu in te grijpen en het te voorkomen, want voorkomen is altijd beter dan genezen.